Ik kom al een tijdje bij PSV. Ik heb hetzelfde, zo'n vrolijke boel meegemaakt als afgelopen maandag. Heb jij daar een theorie, een gedachte over waarom dat was? Waarom iedereen zo enthousiast, zo opgetogen, zo vrolijk was? Ik hoop dat dat komende jaar zo blijft. Ja, het was een hele prettige binnenkomst. Warm welkom voor al onze fans. Nou, dat deed iedereen goed, de spelers, iedereen die bij betrokken was. Dat geeft je een goed gevoel. En ik denk ook dat wij hebben uitgestraald met z'n allen. Lekker goed getraind, hard getraind wel. Maar wel opgewekt en vol energie. En ook de wisselwerking met de mensen die langs de kant staan. En de trainingen, dat verliep allemaal erg prettig. Ja, het sprak voor mij uit dat iedereen erg veel zin heeft in het nieuwe PSV. Waar jij een onderdeel van bent, waar Maher een onderdeel van is. Aan de andere kant, over 3 weken begint het feest al. Met de Champions League, daarna de competitie. Er moet nog wel behoorlijk wat gebeuren hier bij PSV, heb ik het idee. Ja, er zullen ook nog wel dingen gebeuren. Maar dat heb ik ook al eerder aangegeven. We zullen wat tijd hebben voordat alles helemaal staat zoals we willen. Nou, dat is gewoon realiteit, dat is ook realistisch. We blijven PSV, blijven een topclub. Alleen, voordat de dingen precies zo staan zoals we allemaal in ons hoofd hebben, daar moet je de tijd voor hebben, want het moet ook goed gebeuren. En ik denk niet dat we beslissingen moeten nemen of keuzes moeten maken wat half-half is. Daar krijg je dan misschien later spijt van. Wij nemen liever nu iets meer de tijd dat we de juiste keuzes kunnen maken. In algehele zin qua spelers, maar ook qua organisatie. Om het zo in één keer goed neer te zetten. En ja, daar is een consequentie van. Hè. Net als de groep, die zal wat later compleet komen dan je eigenlijk als trainer of als club het liefst zou hebben. Maar ja, dat is nou eenmaal de situatie waar we maximaal mee om moeten gaan. Ja, dat is een keuze. Het gevaar, het risico is natuurlijk dat je niet optimaal aan bijvoorbeeld de volgende Champions League kan beginnen. Ja, alles heeft zijn voor- en nadelen. Het heeft natuurlijk ook te maken met transfers die plaatsvinden. Sommige kun je ook voorbereid zijn, dat zie je. Dat zit in de lijn van de verwachtingen. Anderen die komen in één keer wat sneller. Soms heb je een speler op het oog die je in één keer toch niet aan kan trekken door wat voor oorzaken. Dan moet je verder kijken. Ja. En dan moet je toch de tijd nemen om de juiste keuzes te maken. En dan kan het soms iets langer duren. Maar wat ik net al zei, liever een week langer wachten en de goede keus maken dan de fouten en te snel toehappen. Ja, durf jij de situatie bij een PSV waarin jij nu verkeerd al een soort doelstelling uitspreken voor het komende seizoen? Ja, dat heb ik eigenlijk indirect al gedaan zonder te zeggen wat we allemaal willen winnen. Maar we willen vooral herkenbaar voetbal spelen. Een eigen lijn van spelen binnen onze hele club neerzetten. Dat begint natuurlijk bij het eerste team. Er zal een jonge groep staan. Dus daarvoor zullen we de tijd gebruiken om alles neer te zetten en te ontwikkelen. Spelers te ontwikkelen, speelstijl te ontwikkelen. En dat is eigenlijk het grote doel. Ja. Maar we blijven PSV, we blijven een topclub. Dus de eisen die we gaan stellen, die zullen ook naar PSV staaf zijn. Zonder de uitdrukking zeggen, we moeten dit, we moeten dat. Maar wat is een eis naar PSV maatstaf? Herkenbaar voetbal spelen en volop meedoen in de competitie en in de beker. Dat lijkt mij wat bij PSV hoort. Bevalt het? Hoofdcoach van PSV, je hebt het al een paar maanden gedaan. Het was je interim. Ja, nu ben je de grote baas. Zit daar verschil in? Daar zit zeker verschil in. Ja. Ja. Ik ben geen andere persoon, maar de situatie waar je instapt is natuurlijk anders. Ik heb nu 4 jaar getekend. Dus je gaat een nieuwe termijn in. En dat is anders dan als jij voor 6 of 8 weken de boel overneemt. Dus voor de spelers ongetwijfeld ook in de club. Ja. Ja, kan iemand met de ervaring die jij hebt als voetballer het nog spannend vinden? Een bepaalde kriebel in je buik hebben dat je nu aan deze klus bent begonnen en dat iedereen nu gaat beoordelen en iedereen iets van je gaat vinden? Ja, maar dat moet een goed gevoel zijn. Een goede kriebel, zeg maar. Want dat is iets wat ik als speler ook graag eigenlijk had. De belangrijke, grotere wedstrijden. En je moet ook de gretigheid en de scherpte bij jezelf hebben van ja, er moet wat spanning op staan. En dat omzetten in de positieve energie. Dus ik vind dat zelf, ik heb dat ook wel nodig.